Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie viert morgen haar 75-jarig bestaan. In dat kader heeft ze vandaag een braderie georganiseerd om voornamelijk kleine ondernemers een platform te geven hun producten te verkopen. Directeur Karishma Mathura van Ondernemerschap zegt dat het ministerie ruim een maand bezig is geweest met het plannen van deze jaardagsactiviteit. De bedoeling was om kleine ondernemers een duw in de rug te geven. Mathura zegt dat de ondernemers die hebben deelgenomen aan deze braderie de mogelijkheid krijgen om in contact te treden met andere ondernemers en om een grotere afzetmarkt te kunnen aanboren. Met de deelname aan deze braderie kunnen de ondernemers zich ook opgeven voor de programma's van het ministerie. We doen zowel aan trainingen, we verzorgen een heleboel trainingen aan de ondernemers die ook nog gratis verzorgd worden. We trekken in verre districten. We zullen ook bezig zijn met programma's voor dorpsgemeenschappen. Je hebt programma's met internationale organisaties waarbij je consultancydiensten krijgt, afzetmogelijkheden krijgt, je bedrijf wordt exportready gemaakt. We zijn ook in voorbereiding van het KMO-fonds, dus daar willen we ons bestand ook al op voorbereiden. Dus er zijn een aantal programma's, maar de communicatie moet goed zijn, zodat we elkaar niet meer... Weet je, dat die communicatie goed is, zodat we van elkaar op de hoogte zijn wat er gebeurt. De opstart van KMO-fonds heeft nog niet plaatsgevonden. Jullie zijn dus bezig met de voorbereiding daarvan? Het is momenteel in de juridische fase, waar de juridische stukken worden voorbereid. Maar het is al bij de afronding. Dus het gaat heel binnenkort operationeel zijn. Initieel had het ministerie een aantal activiteiten gepland. Echter is zij tot de conclusie gekomen dat zij niet elke dag medewerkers buiten kunnen sturen voor de activiteiten, omdat het kantoorwerk eronder zou kunnen leiden. In dat kader is ervoor gekozen om morgenavond een receptie voor de medewerkers van het ministerie te organiseren. Waarbij een stukje van de geschiedenis belicht gaat worden, een stukje van het jaarplanning gepresenteerd gaat worden en een stukje motivatie en teambuilding voor het personeel zal plaatsvinden. Het is meer intern. Het is meer intern en een beetje reflecterend ook van waar waren we als ministerie in de 75 jaar. Waar zijn we nu en waar willen we naartoe gaan? Weet u, het is belangrijk dat we als ministerie van top naar bottom dezelfde visie hebben, dezelfde motivatie hebben. En ja, daarop is morgen eigenlijk meer gericht. Kunt u ons misschien een tipje van de sluier geven? Waar wil het ministerie naartoe? Zo, het ministerie heeft heel veel ambities, heeft een hele brede visie. Maar sowieso naar het verbeteren van het ondernemersklimaat. We weten dat het een hele zware tijd nu is om te ondernemen en dat dat heel uitdagend nu is. Dus wij willen als ministerie zoveel mogelijk faciliteren op elke mogelijke gebieden. Kennis, fondsen, exportmogelijkheden, afzetmogelijkheden. Dat is het gedeelte van ondernemerschap. Mathura vertelt dat het ook in de planning ligt om op het niveau van consumentenbescherming de activiteiten op te voeren. Ze haalt aan dat consumenten beschermd moeten worden tegen prijsopdrijving en hamsteren.